Soms wil je de eigenschappen van rubber en metaal combineren in één product. Deze materialen kun je het beste met elkaar verbinden door ze aan elkaar te vulkaniseren. Dat is veel steviger en duurzamer dan lijmen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen die allemaal belangrijk zijn. Eerst ontvet je metalen product. Daarna ga je het metaal opruwen. Nou ja, schuren eigenlijk. Dat wordt vooral gedaan in straalkabines. En als je het goed opruwt, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan is het tijd om hechtingsmiddel aan te brengen. Daardoor, ja, het woord zegt het al, hè, hecht het rubber straks goed aan het metaal. Natuurlijk wel met de persoonlijke beschermingsmiddelen. Vervolgens voeg je het metaaldeel en de rubber samen in een matrijs. En deze ga je vulkaniseren in een pers. Door veel hitte en druk gaan de moleculen een verbinding met elkaar aan. Om het rubber en metaal goed met elkaar te verbinden, moet je elke stap zorgvuldig uitvoeren. Zo kan je product er bijvoorbeeld uitzien als je vergeet een hechtingsmiddel aan te brengen. Maar als je alles goed doet, is dit dus het resultaat. Twee materialen die samen één zijn geworden.